Ik heb dit jaar al meegedaan aan de Australian Open voor de juniors. En ook 2 weken geleden aan Roland Garros. En binnenkort ga ik ook meedoen aan Wimbledon. Dus ja, eigenlijk echt dromen die aan het uitkomen zijn op dit moment. Ja. En ja, het gaat heel goed eigenlijk. Ze is net 18 jaar, maar speelt nu al zo goed als aan de top van het jeugdtennis. De Vlaardingse Joy de Zeel vertrekt komende woensdag naar Engeland om daar te spelen tijdens het Wimbledon jeugdtoernooi. Ik ben ongeveer 3 jaar geleden begonnen met, of 2 jaar geleden met de ITF Juniors en ook met meer reizen naar het buitenland. En eigenlijk steeds hogere toernooien spelen en steeds beter presteren eigenlijk. En ja, ook steeds meer toernooien in het buitenland spelen, waardoor je ook weer die punten gaat halen en uiteindelijk eigenlijk op dit hoge niveau komt en dan de Grand Slams aan het spelen ben. Dus de eerste toernooien wist ik niet wat ik moest verwachten. Maar het is vooral raar omdat iedereen vanaf de hele wereld naar die toernooien komt. En ze hebben eigenlijk allemaal hetzelfde doel. Ze willen gewoon dat toernooi winnen. Maar het is ook anders. Ja, je spreekt natuurlijk Engels en als je jong bent is dat nog best spannend. Maar je gaat er steeds aan wennen en ook om op andere plekken te komen. En andere cultuur. En dat is heel cool ook om mee te maken dat je gewoon alles van de hele wereld eigenlijk ziet. Joyce begon met tennissen op haar 3e. Een vrij logische stap, zo vindt ze zelf. Want ook voor haar ouders is de tenniswereld geen onbekend terrein. Ik ben eigenlijk vanaf dat ik jong was, deed ik het echt vooral voor de plezier. Ik had nooit echt de mentaliteit om echt gelijk naar het profcircuit te gaan. Of toen ik al zo jong was, toen speelde ik ook nog nooit echt van die hele hoge toernooien. Maar eigenlijk toen ik steeds ouder werd en dat ook steeds beter ging. Ik ben echt pas sinds mijn 14 ongeveer echt meer aan het trainen en mijn mentaliteit is anders geworden en echt meer aan het focussen op naar het profcircuit gaan. Het was eigenlijk nooit echt direct mijn bedoeling, maar ik ben er wel steeds meer in gaan groeien. Ja. Ik ben me nu voor Wimbledon aan het voorbereiden. Ik heb op dit moment nog nooit op gras gespeeld. Maar ik ben heel benieuwd. Het past wel goed bij mijn spel, heb ik het idee. Want ik heb zelf wel een aanvallend spel en een goede service, ook met mijn lengte. En ik ga volgende week, woensdag vertrek ik de 26e naar Engeland. En dan heb ik eerst een voorbereidingstoernooi in Roehampton en daarna begint Wimbledon. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel.